Deze musical is een musical geweest waar we het einde veranderd hebben. Het einde van musicals is dat zeer problematisch, hè? Dat is heel gek. Het is heel moeilijk, want hoe eindig je een musical? En dat komt door een vondst van Willy Hoffman. Er is een uitdrukking in het Amerikaans dan, dat Sweet Charity zegt, ja, ik weet niet meer wat hij in Engels zegt. Maar het kwam erop neer van, bepaalde dingen, die zijn zoals ze zijn en daar kan je niks aan veranderen. Zoiets is. Ik weet niet precies wat het Engels staat. En toen zei Willy Hoffman, had een prachtige Willy Hoffman dus weer. Willy Hoffman, de producer, die had een prachtige vertaling. Die zei, dat is Gods hand en daar kun je niet in kietelen. Of in Gods hand kun je niet kietelen. Of zo. Dat was het. Een hele gekke uitdrukking. Een hele leuke uitdrukking. En daar moest het publiek verschrikkelijk op lachen. En we hebben toen de musical veranderd, want het einde was vrij zwak in Amerikaans. Dan valt ze in het water en dan komt ze weer overeind. En dan zijn de kleren, ze is weer alleen Sweet Charity. En de kleren zijn nat. En dan komt er een kind op wat met een bal wat speelt. En dan komen er wat mensen op. En dan krijg je een soort straatbeeld. Dan is het afgelopen. Dat is, en dan krijg je de finale. Maar aan het eind viel ze dan ook in het water. Dan valt ze in een orkestpak zogenaamd. Dan komt ze er weer uit. En dan zegt ze die ene zin. Ja, dat is Gods hand en dan kun je niet er kietelen. Dat is een enorme lach. En in één zin was die vrouw er neergezet. Het was briljant. En dat was het einde. Dat ging doek op. Ik kan echt zeggen, van Sweet Charity was ons einde beter als de Broadway versie. En dat kwam door Willy Hoffman met die krankzinnige uitdrukking. Dat is Gods hand en dan kun je niet in kietelen.